Jongens van mijn kanaal, mijn naam is Mick en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar rijke kinderen op TikTok. Zoals dit jochie van 18 jaar die gewoon lekker aan het rijden is in een Lamborghini van 300.000 euro. Dit is letterlijk zijn auto. En ja, het is echt belachelijk. 18 jaar en dan een Lambo hebben van 300k. Dit jochie liet niet zelf aan heel TikTok zien dat hij die Lamborghini had. Maar iemand anders filmde dat. Maar je hebt ook van die kinderen op TikTok die echt heel graag willen laten zien dat ze superveel geld hebben. En die zijn behoorlijk irritant. En die gaan ook zeker langskomen. Dus vind je dit nu al leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Bij 6000 likes gaan we dit nog een keer doen. Vergeet ook zeker niet te abonneren voor de 420k. De 420. En laat ik gelijk mijn headset opzetten. En laten we beginnen aan deze video. Ik denk dat ik geïrriteerd ga worden. Hey yo. Oh, Gucci. Ja, het begint nu al. Oh, haha. Kijk dan. Dit is zo fout. Dit is gewoon zo fout. Die Ja, jullie snappen denk ik wel waar dit naartoe gaat. Dit was echt een meisje en een jongen van misschien 20 jaar of 21. En dan gaan ze zo overdreven flexen. Zo irritant. Oké, we gaan gelijk door, want je hebt ook rijke kinderen op TikTok die gewoon even laten zien hoe mooi het leven wel niet is voor hun. Ja, dit is ook echt wel echt prachtig. Kijk hoe hij gewoon lekker aan het chillen is, aan het water. Dit is echt gewoon niet normaal. Welcome to my palace. Oké, my 2 million palace. Ja, hij moet even flexen. Dit is waar hij slaapt. Dit is de maid's bedroom. Dit is de dinner room. Oh, de entertainment lounge. Hij heeft het allemaal. Are you looking? Wat? Wat? Maar hij was dus gewoon in een winkel. En hij deed dus net alsof dat zijn huis was. Oké, hij had mij zeker voor de gek gehouden. Want ik dacht daadwerkelijk dat dat zijn huis was. My best friend is rich, Jack. Ja, dat is zeker waar, denk ik. Ook nog eens een Tesla erbij. Een hele entertainmentkamer. Chique zwembad. Hij heeft alles. Hij heeft alles. We gaan gelijk door naar de volgende. Die heeft ook een vriend die heel rijk is. De Off-White. De Ferrari. Boy, yo, dat huis is echt heel mooi. Zo. Ja. Ja. Kijk, weet je wat het meer is? Stel je voor, ik zou dit allemaal hebben. Ik zou een Ferrari hebben, een villa, noem maar op. Dan zou ik nooit, maar dan ook echt nooit, een TikTok maken van... Ik ben rijk, Jack. En dan dat Ferrari en alles filmen. Dat is gewoon zo fout. Waarom doen deze mensen dat? Echt gewoon, waarom? Je wil gewoon letterlijk laten zien dat je meer geld hebt dan anderen. Je voelt je gewoon beter daardoor. En dat is niet goed. Dat is niet oké. One of my friends, oftewel een van zijn vrienden, zei... Je moet even je horlogecollectie laten zien. En dit zijn allemaal hele dure horloges. Die hij even gewoon laat zien aan ons. Een Rolex en ik weet niet wat dat is. Maar ja, hè? Ja. Zeg maar, wil je gewoon dat je horloges gestolen worden? Ja, zet ze dan even op TikTok waar miljoenen mensen het kunnen zien. Want dan is de kans een stuk hoger dat er bij je wordt ingebroken. Lekker bezig. Oké, hij heeft deze mooie Mercedes Forza. En hij heeft dus een glitch hoe hij deze auto in het echt kan krijgen. Als je hem daar laat crashen, dan krijg je hem dus in het echt. Nice, nice. Time to fly. Oké, dit is wel erg sick. Dit is zeker sick. Dit is gewoon een privéjet. Ik zweer het je, als ik ooit in mijn leven zo kan vliegen, dan heb je het wel echt gemaakt. En hij heeft het dus gewoon gemaakt. Hij kan gewoon op deze manier vliegen. Hé, hey, daar heb ik zeker respect voor. Hey yo, oh mijn god. Deze, oh shit. Oh, maar dit is echt gewoon heel fout. Ze zitten dus op een privéschool. Ja, jullie hebben een zwembad op school en alles erop en eraan. En een sportschool en een gymzaal. Dat heeft elke school. Maar waar het even fout ging, was de eerste secondes van dat filmpje. Gewoon, waarom moet je laten zien dat jullie allemaal Rolexen, iPhones en dure spullen hebben? Waarom moet je dat laten zien? Waarom moet je überhaupt ermee flexen dat je op een private school hebt gezeten? Oh mijn god! Stel je voor, ik zat op een privéschool, dan zou ik jullie dat nog niet eens vertellen. Gewoon omdat dat, ja, dat is gewoon, ja, ja, ik weet het niet. Dat is gewoon niet cool ofzo. First class kost me 40k, what the fuck? Ja, je kan vliegen voor 400 euro, maar ook voor 40.000, dan heb je dus dat. Oh my god, deze persoon, die laat gewoon even zien dat hij voor 118.000 euro een Tesla gaat kopen. En om het ook nog eens te bewijzen, hier voor de deur, alles erop en eraan. Nou echt, wat leuk voor je. Nee, oprecht, wat leuk voor je, dat je dat kan betalen. Ik vind dat zo tof. Dat is echt vet. Dat is echt zo cool. Ja. Cop versus a loud car. Oftewel, hij heeft een hele mooie dure auto waarschijnlijk. En de politie die staat daar om de hoek. En hij gaat nu zijn auto starten. En dan gaat er denk ik iets gebeuren. Dat denk ik tenminste. Ik weet het niet zeker.
Oké. Okay. Hij is gewoon aan het rijden en de politie die achtervolgt hem. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Als je een dure mooie auto koopt, dan krijg je meer aandacht. Dat is logisch. Oh, kijk. Maar dit vind ik wel mooie filmpjes. Kijk, ze laten al wel op een manier zien dat ze heel rijk zijn, dit en dat. Maar het is ook een soort van satisfying en het ziet er ook gewoon heel mooi uit. En het is soort van ook inspirerend of zo. Van dit wil ik ook, snap je? Dus dit vind ik wel gewoon vette filmpjes. Hier wordt niet echt op geflexed. Hier wordt niet echt dat je zegt van ja, ze willen echt laten zien dat ze veel geld hebben. Dat doen ze wel, maar je ziet niet hun gezicht of iets in die richting. Dus het is niet echt dat ze ja, het op een egocentrische manier doen. Maar dit is wel echt super vet. Gewoon een zwembad naar de zee. Wow, yo. Stay in home. Oh mijn god. Hun willen ons even vertellen dat wij thuis moeten blijven. Terwijl hun hier heel fout met al hun auto's staan te flexen en shit. Ja, hey, ga mij dan niet vertellen stay in home. Dan moet je zelf ook gewoon thuis binnen zitten. Everyone chants daddy's money to the rich kid to school. Oh, ja, maar kijk. Stel je voor, je vader koopt voor jou een Lamborghini. Er is denk ik geen persoon op de aarde die daartegen nee zou zeggen. Ik in ieder geval niet. En dan kom je op school met je Lamborghini. En dan schreeuwt heel de school naar je daddy's money, oftewel papa's geld. Weet je, het is natuurlijk gewoon waar. Het is waar. Het is zijn papa's geld. Maar aan de andere kant, ik denk dat geen enkel persoon nee had gezegd als zijn vader dat voor hem kon kopen. Oftewel, wat ik wil zeggen, het is niet dat hij ermee zit te flexen. In ieder geval niet in dit filmpje. Hij rijdt gewoon naar zijn school toe. En ja, hij heeft een hele mooie auto die hij van zijn vader heeft gekregen. Dus de mensen die daar kritiek dan op geven, die zijn gewoon pauper jaloers. The struggle is real. Nou, wat is de struggle? Dit is sowieso een of andere, ja, verwende struggle. Dit kan nooit zijn dat hij echt een probleem heeft. Oh mijn god. Oh, ik snap hem al. Hij heeft dus zo'n groot huis. Als hij wat te drinken wil pakken, dan moet hij, oh, dan moet hij zo ver lopen. Arme, arme knul. Kijk hoe ver zijn keuken is. We zijn nu al denk ik al een minuut aan het lopen. En kijk, daar heeft hij een kraag gevonden voor wat water. Ja, dat is wel een struggle. Dat is zeker heel irritant en vervelend. Poeh, hé. Ik zou gewoon een kleine huis kopen. Dan is het probleem opgelost. Top, top, top. Kijk, tegen hem kan je zeggen, daddy's money. Want hij is gewoon een klootzak. Zo, oké. Dit is echt serieus. Als ik een huis zou hebben, dan zou ik hem... What the fuck, dit is echt mooi. Dit is echt prachtig. Als ik zo rijk ooit in mijn leven zou worden, dan zou ik echt zo ook zo'n huis willen als dit. Dit is echt heel mooi. What the fuck? Rich check. Daar hebben we weer een rich check. Ja, dit is zeker een bioscoop in je huis. Bro, een bioscoop in je huis is echt cool. Een golfbaan in je huis. Een zwembad in je huis. Wat heeft hij nog meer? Een fucking stripclub. Rich kid check. Kijk, maar deze personen, dit is gewoon, ja, yeah, I don't know. Dit, kijk, hier mag je gewoon schreeuwen daddy's money. Want dit zijn gewoon mensen die zeggen rich kid check. En dan gaan ze even op TikTok laten zien hoe rijk ze wel niet zijn. En dat is zeg maar, ja, gewoon irritant en vervelend. Want ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Je moet er niet mee pronken. Dat is eigenlijk het juiste woord. Je moet er niet mee pronken. Maar het is wel een heel mooi huis. Daar kan ik gewoon niet omheen. Oh my god. Oh, dit is heel fout. Dit is heel fout. Hij gooit geld naar beneden. Even al zijn flessen laten zien. Ja. Ik hoop dat hij onder invloed was van heel veel alcohol. Niet dat hij in zijn vrije tijd in een winkelcentrum ook opeens allemaal geld gaat gooien. Oké, je laat ze even zien. Een zware bankpas. Allemaal mooie horloges. Hij koopt zelfs een horloge tijdens deze TikTok. Nou, oké, dan weet je wel dat hij dat... Oké. Ja, deze gasten hebben wel gewoon echt heel veel geld. Maar waarom moeten ze het laten zien? Waarom moeten ze er zo mee pronken? Private school check, parking lot edition. Oké, nou dit zijn de parkeerplaatsen op een private school. Een Lamborghini, een R8. Oh ja, ja, de student section. Ja, oké, dit zijn dus allemaal studenten die op een privéschool zitten. Zo. Ja, zo kan je ook het afval buiten zetten. Dit is hoe de rijken het afval buiten zetten. In hun Rolls Royce. Nou, dit waren dus rijke, irritante kinderen op TikTok. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Wil je dit nog een keer zien? Doe zeker even een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren voor de 420.000 abonnees. Want je weet zelf, 420. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is Mick out.